It reaffirmed that we were two armies, that we were a black army and we were a white army. Although we all knew, the white soldiers knew and the black soldiers knew, that once we hit the beaches, that the exploding shell, the exploding bombs, didn't segregate. In het jaar 1944 is de hele wereld in de ban van de Tweede Wereldoorlog. De nazi's van Hitler hebben grote delen van Europa veroverd en zijn oppermachtig. In het midden van september arriveren de geallieerden in het zuidelijkste puntje van Nederland. De eerste Amerikaanse eenheden bereiken de Nederlandse grens op 12 september. Een kleine maand later is heel Zuid-Limburg bevrijd. Aan het einde van de herfst komt het front vlak over de grens met Duitsland enige tijd stil te liggen. Die periode vormt het toneel van een gebeurtenis die tot op de dag van vandaag haar sporen heeft nagelaten in kasteel Sint-Gerlach, in het pittoreske Zuid-Limburgse dorpje Houtem. Een gebeurtenis die bekend kwam te staan als de Houtem Case, oftewel het kogelgat van Château Sint-Gerlach. Wij hoorden in die tijd veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog, over de bevrijding door de Amerikanen en alles wat zich hier had afgespeeld, dus dat was toch allemaal heel erg spannend. Onze ouders, grootouders, familieleden vertelden dat allemaal. Als jongeling dan zuig je die verhalen natuurlijk op. De Tweede Wereldoorlog heeft haar sporen nagelaten. De littekens van het oorlogsgeweld zijn nog steeds terug te zien in het landschap. In de eerste decennia na de bevrijding lijkt het land bezaaid met artefacten uit de oorlog. Hier was de boerderij van mijn vriendje Mattie Lave, waar ik iedere dag naar school naartoe kwam. En dan moesten we de koeien uit de weilanden halen, naar de stallen brengen waar ze gemolken werden. En dan kregen we daarna boterhammen met spek en warme melk in de keuken. Camille kwam bij mij thuis of ik ging naar Camille toe. Achter in de tuin had die grote kippen ook. Heel die kippen en zo is allemaal. En bijna is een klein zeepje had hij op de zolder dan. Met alle aan de botten en zoiets van dieren en zoiets, wat hij daar spaarde. Hij wilde dat verhuren en ik moest je entree betalen eigenlijk daar op die dingen. Moest je een dubbeltje betalen voor dat te bekijken dan. Nou, en als we dan van daaruit overstaken onder de grote poort door, kwam je in de wagenstalling. En via een ladder kropen we dan op de hooizolder en van de hooizolder op de balken steeds verder naar boven. Tot we boven in de kap waren en daar gingen we dan Tarzan spelen. Dus van de ene balk naar de andere balk. En van daaruit hadden we ook een blik op het kasteel waar de baron woonde. Ja, het was heel vreemd hier naast een kasteel wonen. Wij kwamen vroeger bijna nooit hier binnen in het kasteel. Mijn vader kwam hier wel vaker binnen, maar ik zelf ben hier niet vaak binnen geweest. Dat was verboden terrein. We mochten hier niet buiten de poort komen. Maar 's avonds als ik naar huis ging via de allee, dat was dus een grote omweg, helemaal over het landgoed. En in de winter als het koud was, dan had je niet veel zin om die omweg te maken. Dus op een hele koude winteravond denk ik, ik probeer het. Ik sluip onder het raam door bij de baron. Maar ja, ik kwam er langs en hij zag mij en ik knikte naar hem toe en hij knikte heel vriendelijk terug en ik mocht doorlopen. En sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd blijven doen. En ik geloof dat ik de enige was toen die op het landgoed voor het kasteel van de baron mocht doorlopen.
zo'n kogelgaten. Dat is die oude vakshal in het kloosterbos. Die ken ik. Hij is doorzeefd. Hij komt uit de oorlog, denk ik. En op een gegeven moment vertelde Mattie mij het verhaal van een kogelgat in de spiegel van het kasteel. Er schijnen een jonge soldaat te zijn geweest, die met een pistool gespeeld of zoiets. En een pistool dat moet ongeluk zijn afgegaan. En zodoende is dat kogelgat hier in die spiegel gekomen. En dat heeft mijn vader mij verteld. Hier is ook geschoten. Hier? Ja. Waar? Daar. Bij de baron. In het kasteel. Dat heeft mijn vader me verteld. Een jonge Amerikaanse soldaat, een zwarte soldaat, die heeft daar geschoten. In een van de spiegels. En dat gat zit er nog steeds. Of ja, zeggen ze. We zijn hier naar binnen gekomen met een aantal mensen. Ze hebben hier gedronken, iets gedronken, wijn gedronken of zoiets. En toen hebben ze gespeeld met een pistool. En het pistool is per ongeluk afgegaan. Vanaf de middeleeuwen heeft landgoed Sint-Gerlach verschillende functies. Zo herbergt het een kloostergebouw, een kloosterkerk, een proosterhuis, een pachthof en een hoeve. Het kasteel wordt voor het laatst bewoond door de adellijke familie de Célys de Vanson. De laatste baron vermaakt het landgoed in 1979 aan de kerk. In 1979 overleed de laatste baron, Robert de Célys de Vanson. Toen kwam het complex leeg te staan, was een zwaar verval geraakt. En toen heeft de nieuwe eigenaar, toen het kerkbestuur, gezocht naar herbestemmingen. En ik had daar natuurlijk meteen belangstelling voor. En ben toen voor het eerst in 1984 in het kasteel binnengekomen, samen met mijn broer. Ik weet het nog heel goed. Toen dacht ik, toen ik naar binnen liep, zou dat verhaal van dat kogelgat waar zijn. En de eerste deur die ik opendeed in de smeerkamer, en de eerste spiegel waar ik naar keek, daar zat dat kogelgat. We hebben toen voor de restauratie de nog levende personeelsleden van de laatste baron en van de eerste baron ook, dat waren drie oudere dames, die hebben we allemaal individueel ondervraagd over, vertel mensen, hoe is dat kogelgat hier ingekomen? Dus die werkte toen op het kasteel bij de baron en die vertelden allemaal onafhankelijk van elkaar, dat gat is er ingeschoten door een jonge zwarte Amerikaanse soldaat. Dus ik dacht, ja, dat verhaal is waar ook van dat kogelgat. En ja, sindsdien is dat natuurlijk een rol gaan spelen, ook bij de herbestemming en de restauratie van het landgoed. De architect en de aannemer die vonden dat daar nieuw glas in moest, want het is een trompe-l'oeil-spiegel, het is geen echte spiegel. En ik zei nee, dat mag niet aankomen, want dat is een herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. En toen heb ik het dicht laten spijkeren met planken, zodat het niet beschadigd kon worden. En het kogelgat zit er nog steeds. Tijdens de officiële opening, 15 september 1997 hadden we een grote receptie georganiseerd. Mijn vrouw en ik stonden te recepteren en komt een meneer naar me toe en die zegt, ik ben Paul Stassen uit Sittard. Ik was een vriend van jouw vader, mijn vader was tandarts en hij was ook tandarts. Hij zegt, je hebt hier een kogelgat in een spiegel en mijn broer die was erbij toen dat gebeurde. Bij de opening van dit kasteel in 1997 stonden wij bij de receptie van Camille Oostwegel, stonden wij buiten. Op een gegeven moment zei Paul, mijn man, weet je wie dat kogelgat hier gemaakt heeft? Ik ken die persoon. Oh ja? God, dan moet je aan Camille vertellen. Ja, toen kwam Camille erbij en toen zei Paul, dat was Joe Ryan. Ik ken dat verhaal. Ik zeg, wat zeg je nou? Ja, er was een Amerikaanse captain bij, een zekere Joe Ryan. Ik zeg, een Amerikaanse captain, Joe Ryan, kogelgat, was die erbij? Heeft die dat afgeschoten? Ja, er stonden honderden mensen in de rij om, zeg maar, te feliciteren. Toen heb ik aan meneer Stassen gevraagd, god, zou u mij een plezier willen doen en dat opschrijven, het hele verhaal? Stuurt u het mij toe? Dan kom ik daarna de officiële opening op terug.
Pauls broer, wijle Harry Stassen, sluit zich na de bevrijding van Sittard aan bij de geallieerden. Hij gaat aan de slag bij de militaire politie van het Amerikaanse leger. Voor het uitbreken van de oorlog studeerde Harry rechten. De Amerikanen noemen hem daarom de lawyer, de advocaat. Mijn vader is vlak na de bevrijding van Sittard bij de stoottroepen terechtgekomen. En omdat hij zijn talen sprak en rechten studeerde, hebben de Amerikanen gevraagd of hij niet uitgeleend kon worden aan het Amerikaanse leger om als interpreter, dus aan de ene kant vertaler en tegelijkertijd ook als rechercheur de onderzoeken doen naar crimes. Zo is hij eigenlijk bij de Amerikanen terechtgekomen. Als tolk leert Harry Stassen veel Amerikanen kennen. Eén van hen is Joseph Ryan. Mijn vader is bij de stoottroepen gegaan die opgericht zijn vlak na de bevrijding van Sittard. Die werden getraind door de Amerikanen op het terrein van het college, het bisschoppelijk college in Sittard. Dus het kan heel goed zijn dat ze elkaar daar ontmoet hebben. Of in de stad waar het 744 tankbataljon gelegerd was. Die hebben dat 2 maanden gelegen, dus de kans dat ze elkaar er tegen zijn gekomen, mijn vader en Joe Ryan, is natuurlijk heel groot. Vast staat dat Harry Stassen en Joseph Ryan beide betrokken raken bij een schietincident op kasteel Sint-Gerlach. De Houtem Case. Joseph Ryan is kapitein van het 744ste Light Tank Battalion, dat onderdeel is van het 3e Amerikaanse leger. Kort na die day vertrekt hij naar Frankrijk. In de daaropvolgende maanden vecht hij mee in de bevrijding van Noordwest-Europa. In september 1944 wordt Limburg door het Amerikaanse leger bevrijd. Rond die tijd arriveert Ryan in Limburg. Maar volgens de overlevering was Joe Ryan een Afro-Amerikaanse soldaat. Wat is de oorzaak van deze persoonsverwisseling? Waarom blijkt een Afro-Amerikaanse soldaat uiteindelijk een blanke captain te zijn? Voor een antwoord op die vraag gaan we terug naar september 1944. De dan 83-jarige baron Robert de Célis de Vanson nodigt een groep geallieerden uit op kasteel Sint-Gerlach om de bevrijding van Limburg te vieren. Gentlemen, het is een honneur to have you here. La liberté! Op het landgoed waren de gaarkeukens van de Amerikaanse soldaten gevestigd. Dus ja, op een goede dag heeft de baron dus een gezelschap uitgenodigd en hun ook getrakteerd om een goed glas wijn. Dat gebeurde toen, was heel blij over die bevrijding. In 1997, ruim 50 jaar na dato, werden Harry Stassens herinneringen aan dat feestje opgetekend in een brief. Tijdens een gezellige drankpartij zijn er enkele schoten gelost door Joseph Ryan en een onbekende Afro-Amerikaanse soldaat. Ryan trof geen noemenswaardig doel. Maar de Afro-Amerikaanse soldaat, die op zijn eigen reflectie richtte, raakte de spiegel. Dus als je voor die trompe-l'oeil-spiegel staat, dan kijk je naar jezelf. Je ziet jezelf in het spiegelbeeld door die 2 spiegels. Dus die is waarschijnlijk gaan spelen met zijn pistool en dat is ook nog afgegaan. En het resultaat daarvan is het kogelgat. Het verhaal wil dat de oude baron zei, die was toen al in de 80. Hij was natuurlijk heel blij met die bevrijding en het Amerikaans bezoek. Maar toen zei hij toch, Heer, bevrijd mij van onze bevrijders. Heer, bevrijd me van onze bevrijders. Want hij was natuurlijk niet blij met dat gat in zijn trompe-l'oeil-spiegel. Mijn vader werd op enig moment naar Sint-Gerlach gestuurd vanuit zijn CID-detachment van 524ste MP-bataljon om daar te onderzoeken wat daar gebeurd is met een schietincident. En daar is hij Joe Ryan weer tegengekomen. Maar waarom nam Joseph Ryan de schuld op zich? Wat ik van mijn vader heb begrepen is dat Joe Ryan de schuld op zich heeft genomen van het schietincident om een ondergeschikte, een zwarte soldaat, Amerikaans soldaat,
om die te vrijwaren uit de heat te houden. En Joe Ryan heeft toen gezegd, ik neem dat wel op mij. Als officier kom ik daar makkelijker mee weg. Maar heeft dus ook over Joe verteld dat hij een zaak had moeten regelen voor Joe of over Joe. En dat hij daar eigenlijk niet veel over mocht vertellen, maar wel dat er dus een soldaat hier in het kasteel een gat had geschoten in de spiegel. Er wordt gezegd dat Joe Ryan geschoten heeft ook tegelijkertijd, althans in dezelfde dag dat de zwarte soldaat geschoten heeft op de spiegel. Waarom zou je in een feestgedruis een pistool pakken en gaan schieten binnen huis? Ik heb er geen idee van. Het zou kunnen, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Het is in elk geval bekend dat het een Luger pistool is geweest dat afgegaan is, dat het kogelgat heeft veroorzaakt. Ja, hier hebben we de Colt, dat is het Amerikaanse dienstwapen van 1911 tot 1985 gebruikt. Het Amerikaanse 1911 A1. En dit is de Duitse Luger, het Duitse dienstpistool van het Duitse leger van 1908 tot 1945 onder andere gebruikt. Het kameren, zoals dat heet, dus het patroon in de volgende kamer brengen en het uitwerpen van het patroon, omdat het een semi-automatisch pistool is in 9 mm, werkt bij de Luger als volgt met een kniegewricht. En die laat dan een van de assen over de horizontale lijn lopen, wat een vrij uniek concept is, zeg maar, wat de Colt veel makkelijker heeft, omdat de Colt heeft het systeem dat hij gewoon op een horizontale manier zijn volgende patroon neemt, zeg maar, en ook het afgeschoten patroon daarmee uitwerpt. De trekkerdruk van de Luger is heel erg licht ten opzichte van de Colt. En de veiligheidspal die was voor een Duitse soldaat heel duidelijk, want daar staat het woordje gesichert. Maar voor een Amerikaan natuurlijk niet. En zo zijn er heel veel ongelukken gebeurd met die wapens. Je hoeft maar heel even hier aan te komen en hij gaat al af. Het was wel zo dat de Luger absoluut een wapen was wat heel erg gewild was bij die Amerikaanse soldaten. Niet alleen vanwege het feit dat het weer een soort buit was, zeg maar ook omdat het ontwerp is natuurlijk een heel erg esthetisch verantwoord, een prachtig pistool om te zien. Maar wel helaas met alle gevolgen van dien, omdat die jongens vaak de werking van het wapen niet kenden. In onhandigheid, onbekendheid met het wapen, is het heel plausibel dat het wapen afgegaan is. Het kan ook zijn dat hij onhandig daarmee aan het manipuleren is geweest in een uitgelaten bui. De echte toedracht is en blijft een vraagteken. Wat ik van mijn vader dus ook begrepen heb, is dat Joe Ryan de verantwoordelijkheid daarvoor heeft genomen. Omdat de strafmaat voor een zwarte soldaat voor zo'n vergrijp vele malen hoger zou zijn dan wanneer een blanke soldaat, en zeker wanneer een officier dat zou hebben gedaan. Ja, voor mij is het geen zwaar misdrijf. Ik begrijp ook niet goed waarom dat ze dat zo zo'n zwaar misdrijf van zouden willen maken. Maar het is, ja, ze werden natuurlijk toch niet zo behandeld als een blanke. Dat heb ik er later wel uit begrepen. African American soldiers were not only segregated, they were of course systematically discriminated against, and this took many forms, but one of the forms it took was punishment. African American soldiers in the military during World War II were much more quickly punished for offenses than white soldiers, and when punished, were punished more severely. The American military was a segregated institution, and this was a reflection of American society at large. American society was very largely segregated. Blacks and whites did not mingle or did not mingle on all occasions. Southern states had legal systems of segregation. Northern states had it in practice oftentimes with ghettos, say, in the inner cities and so on. So it was decided to diffuse tension in the US military to keep African Americans and white Americans separate. This meant in practice that many African Americans were placed in supply and service units.
one of the reasons for that was fear. The American military and indeed the American public feared that if too many African Americans would be trained in the usage of weaponry, that this might cause significant problems at the end of the war when these soldiers would return and find that they did not have the rights that they had been fighting for overseas, of course. Een van deze Afro-Amerikaanse soldaten was Wylan Jefferson Wiggins uit Alabama. Hij werd in Margraten te werk gesteld als een van 260 grafdelvers, allen Afro-Amerikaans. Mieke Kirkels schreef een boek over Wiggins, waarvoor ze hem uitgebreid heeft geïnterviewd. Dat interview werd op video vastgelegd. Op dat moment was Wiggins, voor zover bekend, de laatste nog levende grafdelver van Margraten. En sinds die tijd heb ik contact met Jeff Wiggins, want toen hij hier was, heeft hij door al mijn gevraag over die African Americans, heeft hij gezegd, je moet een keer komen, want ik ben eraan toe om dat verhaal nou eens te vertellen. En ik voel me er ook toe verplicht, want ik ben kennelijk de enige die dat nog kan navertellen. I had not heard the name Margraten for quite some time. I had tried my very best to forget that there ever was Margraten because of the things that I'd seen there. And we arrived in Margraten. The road was muddy. There was a mix between rain and snow. The field itself was absolutely a mess. And the captain got out of his jeep, came back and found me, and he said, we are here, First Sergeant, get your men together. You will be brought picks and shovels, and this will be your job for the foreseeable future. And I still did. I knew that there was one heck of a smell, but I didn't get the fact that it was a cemetery. You know, going through France and Belgium, you know, there was always that peculiar smell, but not like this. So I said to him, why do we need picks and shovels? He said, this will be the newest American cemetery, and it will be your duty to make sure that each grave meets all specifications, and that each soldier that you place in these graves has done so with the utmost respect. Nou, je kunt je voorstellen als het op het plateau van Margraten waait in november. Er valt hagel, er is sneeuw. Het is ontzettend vruchtbaar, maar hele vette kleigrond. Ze hadden geen gereedschap. Ze wachten op machines om graven te maken, maar het bleek dat ze zelf met een houweel en met een schop die graven moesten maken. Ja, dat moet gruwelijk geweest zijn. The only sound you could hear was the raindrops, the picks, and I don't recall seeing anybody talking to anybody. There are always anywhere from 50 to 500 soldiers on the ground at any given time. And sometimes when we said, you know, 10 more and we, you know, there we finished the day. And before that we could get finished there in that 10, this huge truck came up and it had 50 more. 100 more bodies in it. There was a constant flow of bodies to Margraten all day long. Here
middle of a country that you have never seen before, marching through a little town that you know nothing about, risking your life to free someone that you probably will never meet again, and knowing that when you get back to your country, knowing that the freedom that you deserve there, you don't have it. Ik denk dat het een ontzettend gespleten situatie voor die jongens geweest moet zijn. En dat waren er niet weinig hoor, dat waren er tienduizenden. Ik heb de getallen niet paraat. Maar een hele groep zwarte jongens worden uit de armoede naar Europa verscheept. Ze worden daar als tweederangs mensen behandeld. Ze worden ook niet als helden gezien, want ze hebben niet gevochten. Ze komen terug in hun land, terwijl ze hier het meest bizarre hebben meegemaakt. En dan moeten ze weer terug, vallen ze terug in de armoede en weer in die rassenscheiding. When I got off the boat in New York, it was fine. You know, you could take the subway anywhere you wanted to take it, and you could sit anywhere you wanted to take it. And then, as I recall, I got a leave and was going to my hometown in Alabama. And as soon as we got to Washington, D.C., the signs appeared again. Here I am, a decorated military officer, one who had helped to bury almost 20,000 people. And the sign said, the front of the train was for whites, and the back of the train was for blacks. What had I done to deserve all this? What would those 20 or so thousands of dead that we buried, what would they think if they could speak? African Americans were, of course, very well aware of the irony of World War II for them. They knew they were fighting a war overseas in Europe and in the Pacific against the Japanese for democracy, for freedom, and for equal rights and so on. And they knew very well that they did not have that at home for themselves. Many African American soldiers would return to the United States after the war to become deeply involved in the civil rights movement, the various civil rights organizations. And I think that we got a different feeling about ourselves. We got a different feeling about those who felt that we were perhaps less human. I think that we probably individually vowed to ourselves that somehow we were going to have to find a different way of doing business with our country. Those thoughts, my thoughts anyway, started somewhere on the road to Bastogne. Or maybe it was in the graveyard at Margroton. Maybe it was on a troop ship going to or coming from Europe. But it happened. Naast de verhalen van haar schoonbroer Harry over de Houthem-case, heeft Mies Stassen ook haar eigen herinneringen aan de komst van de geallieerden. In 1944 gaven haar ouders onderdak aan tientallen Afro-Amerikaanse soldaten. Mies was toen 13 jaar. We hadden een grote winkel en erin was een grote toonzaal. En toen de oorlog was afgelopen, toen zijn daar een 20-tal zwarte jongens gelegerd. En mijn vader die maakt altijd foto's, die ontwikkelde ook de foto's zelf. En die heeft dus deze foto gemaakt. Deze jongens die gingen dus in het Hürtgenwald de lijken ophalen in de lijkenzakken. En ik kan me heel goed herinneren dat dan zo'n grote auto voor stond met een aanhanger. En
dan zag je die zakken zag je erop liggen. En dan kwamen ze vanuit Hürtgenwald tot bij ons. Ja, dan kwamen ze bij de jongens in de toonzaal, noemden wij dat. En dan werden die jongens doorgebracht naar Margraten. Herinnert je natuurlijk de stukken chocolade die je van de jongens kreeg. Hè? Die sergeant die lag boven, dat was John. Ja, wij kinderen gingen daarmee mee om. We waren met 7 kinderen thuis. Dus dat liep door de hele zaal. En ja, wij waren ook niet bang voor die jongens. Nee, het waren voor ons vrienden. Many spots took quite a while to liberate. Despite aid from members of the Dutch resistance groups, it was 3 days before we could get across the Maas River. The Germans didn't give up easily. Zij dat maakt in de oorlog eigenlijk mee wat alle steden, alle dorpen meemaken. Deels gaat het leven min of meer gewoon door. En ondertussen zie je wel een hele bevolkingsgroep bijvoorbeeld verdwijnen. Want alle Joden die worden afgevoerd, voor zover een enkeling na, die is ondergedoken, die hebben overleefd. Maar bijna iedereen is afgevoerd en vermoord. Nou, verder gaat het leven redelijk zijn gang overwegend. Tot op het einde van die oorlog, als die bevrijding komt, dan wordt het heftig. En na de bevrijding gaat dat nog even door. Dan komen er granaten. Vanaf Duitsland. En dat de granatentijd wordt dat ook genoemd. En die duurt een maand lang. Dus in de winter met name, 44, 45, wordt regelmatig in het schuilkelder geschuild. Ja, we zitten hier in het Sittard Restcenter, eigenlijk het bisschoppelijk college. Waarom zit het hier? Het zit hier 2 maanden. Omdat hier in de regio en ook bij Arnhem, het slag om Arnhem, het front vastliep. Hier net aan de Duitse grens worden een paar stukjes Duitsland bezet. Front zit vast. Soldaten moeten ook ontspannen. Er komt ook iets meer ruimte om te ontspannen nadat het front is vastgelopen. En een van die restcentra's is hier in Sittard. Nou, wat deed je dan hier? Kaarten, drinken, met elkaar praten. Maar wat er vooral ook gebeurde, dansen. Dansavonden werden georganiseerd door een comité uit de regio samen met de soldaten. En dat ging op een hele kuise manier natuurlijk in die tijd. Ja, en een van die soldaten, dat was dus Joe Ryan. Die leefde het leven zoals iedere andere soldaat die hier zat. En dat betekende genieten en proberen de spanning te vergeten. En die net zo goed als die anderen niet wist wanneer hij en of hij zou sterven. Maar wie is nu eigenlijk Joseph Ryan? De man die de schuld van het schietincident op zich nam. It was a lot smaller town than it is now. In the 30s, the entire population of the town of Madison was about 5,000 people. It was a very much a residential town. There was not a lot of industry here. It was really a wonderful kind of a atmosphere for children to grow up. Joe was the 5th of 8 children. And he was born on July 24th, 1919. I was the 8th of the 8 children. I was born on July 20th, 1924.
So there was almost exactly 5 years between us. He, of course, was my older brother, my big brother. He was very athletic and good at all the sports, baseball, football, tennis team type of activities. When he got to the point where he was able to drive, why, he was usually the designated driver for the children. For some reason, my mother seemed to trust him more to sort of take charge than the others. He had a strong sense of responsibility. We loved the ocean. If we went down to Ocean City to spend time at the beach, we'd swim together, run up and down the beach together, go up on the boardwalk to enjoy the activities on the boardwalk together. And usually it would be the four of us, Joe, John, Leo, and myself. John and Leo were the two in between Joe and me. In 1941 wordt Joe opgeroepen om dienst te nemen in het Amerikaanse leger. Tijdens zijn diensttijd leert hij Frances Trimble kennen. Ze trouwen in 1942. Een jaar later wordt hun zoontje Billy geboren. Vlak daarna vertrekt Joe naar Engeland. Moving to England in the fall of 1943, it retraced the first of many miles it had traveled 25 years earlier. England meant work, endless grueling hours of activity to bring the men to the peak of their performance. Every skill was polished, every muscle hardened, every mind tuned to the gigantic struggle which lay ahead. And they trained there until they participated in the D-Day invasion of Europe. His group went over on D-Day plus 23, which would have been June 29th, 1944. They landed at Utah Beach and drove across France and Belgium to arrive in the Limburg area in early September 1944. Er is heel weinig van Joe Ryan in de archieven teruggevonden, maar er is wel iets. Er is een indicatie in een brief ergens dat Joe Ryan ook hier is geweest. Maar goed, we weten dat hij hier is geweest, maar in de archieven zelf, er zijn zoveel soldaten geweest, dus de meeste soldaten zijn helemaal niet genoemd. Dus het is al bijzonder dat er überhaupt een spoortje van hem te vinden is. Dus ja, er is wel een indicatie. Er is meer bekend over een familie Hosman. De familie Hosman waren vrienden van mijn vader en moeder. En oom Anton, ja, die liep recht als een kaars. En een docent Engels. En tante Mee was een gezellige, vriendelijke, hartelijke huisvrouw. En ze hadden geen kinderen, maar ze hielden ervan. Dus dat was gezellig. En in oktober, geloof ik, 1943, werden ze het huis uitgezet. Want tante Mee was Ierse, dus ja, in potentie een vijand. En dat huis werd dan gegeven aan mensen uit Aken of Keulen die weggebombardeerd waren. Die kwamen er dan wonen. Dus van de ene dag op de andere dag alleen maar lijfgoed meenemen en ze stonden op straat. Nou, mijn vader en moeder zei, kom maar bij ons wonen, want we hadden een groot huis, dat kon natuurlijk makkelijk. Joe Ryan was een Amerikaan die bij ons thuis kwam en ik denk dat tante Mee de tussenpersoon was. Want die tante Mee die was natuurlijk Ierse, sprak natuurlijk goed Engels, had veel contact met Amerikanen en ook als tussenpersoon tussen de Amerikanen en de overheid of de mensen van de stad. Dus die man kwam bij tante Mee. En zo is hij waarschijnlijk ook bij ons thuisgekomen. Want ja, het was hetzelfde huis. En Captain Ryan had een mooie stem. Dat is trouwens een mooie Amerikaan, dat maakt ook indruk. Hele amabele man. En 's avonds kwam hij dan een glas wijn drinken.
En mijn vader was een goede pianist. En wij zongen sowieso in ons gezin veel. Dus er werd 's avonds gezongen met Captain Ryan en wij en mijn vader aan de vleugel. En ik herinner me wel dat hij zijn chauffeur zei, be a good sport. Die moest dus meeneurien. Ja, die heeft heel veel indruk op ons gemaakt. Captain Ryan was voor mij eigenlijk een symbool van de bevrijding. Ik kan me dus wel die brief die mevrouw Hosman schrijft aan de ouders van Joe. Ja, daar staat in dat ze hem beschouwde als een zoon, als een broer, als een zoon. Dat hij dus zijn verdrietige dingen aan haar vertelde. Dat hij om raad vroeg. Dat hij op een gegeven moment het tweede kind had gekregen in Amerika. En dat hij naar mevrouw Hosman en meneer Hosman kwam met een grote sigaar. Dat dat een traditie was in Amerika, dat dan men een sigaar uitdeelde. Maar dat hij natuurlijk wel heel verdrietig was, dat hij die kinderen niet had. Ze had die geboorte niet meegemaakt en het eerste kind had hij ook niet veel van gezien. Maar Joe zou zijn pasgeboren dochtertje Barbara nooit zien. Enkele maanden na het schietincident op Sint Gerlach, vlak voor de bevrijding van Nederland, sneuvelt hij. Mother was there when the telegram came. And Franny was living with my folks at that time. So that they had each other and quickly communicated to all of us who were away. Terwijl thuis het slechte nieuws arriveert, vecht Robert voor zijn eigen leven in de Pacific. Wanneer de USS Franklin, het vliegdekschip waarop hij dient, wordt getroffen door Japanse luchtaanvallen, laten 800 van zijn kameraden het leven. Robert raakt gewond en drijft lange tijd in de oceaan voordat hij gered wordt. I was not there. I was out in the Pacific. I did not receive the word until I got back to Hawaii after my ship got hit. Eerder kreeg Robert al het bericht dat zijn broer Tom door de Duitsers krijgsgevangen was genomen. Nu wachtte hem het nieuws van de gesneuvelde Joe. I knew about Tom. But I didn't know about Joe until I got the word. Must have been April or May. It was a great shock. Tijdens het opruimen van Duitse mijnen vlak over de grens met Duitsland rijdt Joe's jeep op een anti-tankmijn. Hij wordt samen met zijn chauffeur uit het voertuig geslingerd. Beiden raken zwaar gewond. Joe wordt naar een veldhospitaal gebracht, waar hij op 1 maart 1945 overlijdt. I was named after my uncle Joseph Ryan. I was born 13 years after he was killed in Germany during World War II. The impact of Joe's death on the Ryan family was significant. It was very difficult for his parents. After all, they had six
of their 8 children were serving overseas in the war. To come out to Margaretten and to be here is a deeply moving event for me. Not just because of the history of what Joe Ryan did, but also to see how the Dutch people take care of and remember Joe Ryan. It's very humbling to see how patriotic the Dutch people are and how much recollection they have of the war and how deeply appreciative they are of the sacrifices and the contributions that people like Joe Ryan made during the war. So you had exceptionally close ties between Dutch families in the countryside here and American soldiers who would stay with them sometimes, or at least, you know, go for dinner or have talks with them in cafes. And then weeks, months later, after they had made these friendship ties, these soldiers would be sent out and often would return to Margaretten dead. So you have adopters who actually knew the soldiers they adopted, not all of them, but quite a few knew, had gotten to know very well some of the individual soldiers they adopted. This created a very special relationship between the Dutch population here and the American soldiers stationed here. And it has remained massive since, a continuously massive phenomenon into a second, third, and fourth generation, to the point where today you have a waiting list still of individuals and families wanting to become involved in adoption, continuously since 1944-45. And that makes Margaretten very unique. It is also one of the reasons, for example, why in 2005 President Bush decided to visit, of all American cemeteries in Europe, this particular cemetery. Ik had me al ongeveer 8-9 jaar opgegeven als potentiële adoptant. En 3 weken voor het bezoek van de president kreeg ik een telefoontje van de Gravenstichting. Die vertellen mij, er zijn 2 graven vrijgekomen, zou u die willen adopteren? Ik zeg ja, met alle plezier, natuurlijk. En van wie is het graf? Het eerste graf is van een zekere Joseph Ryan. Je kunt zich voorstellen, toen ik dat hoorde, ik zakte bijna door de grond. Ik zeg, hoe kan dit? Hoe is dit mogelijk? 8.301 graven. 8.301 verhalen. 1 ervan is dat van Joseph Ryan. The story of the bullet hole in the mirror has very symbolic significance, I find. You have here a white officer, Captain Ryan, who stands up for a fellow African-American soldier. He knows full well that if this soldier is found out, if authorities learn about his undisciplined behavior, he will be punished quite severely, because African-Americans were punished more severely for similar offenses than their white counterparts. And so in a sense here you have a story in a nutshell that foreshadows where America is heading after World War II, and you can say as a result of World War II in part, an America where both African Americans and white fellow citizens will become activists for a more just society, a society of equal rights. And in that sense, I think the story of Captain Ryan and that unknown African-American soldier is a story of much significance.